Als hij er is, dan heb ik een watje, zo'n bijenwasdingetje. Dat stop ik in mijn oor en dan demp je hem iets. En dan hoor je je eigen bloedsomloop, onder andere. Nee, is het zeker niet de stoortjes. Tenminste, er komen steeds meer mensen. Dus als die allemaal gek zijn, nou, dan krijgt het GG net een probleem. Ik hoor hem zelf niet, maar mensen die er last van hebben, ervaren het als heel vervelend. En iets waar je niet voor kunt weglopen, om het zo maar te zeggen. Daarom nemen we het ook heel serieus en onderzoeken we het ook. We zijn al sinds vorig jaar bezig om daarnaar te kijken. Onze mensen die er wel verstand van hebben, die hebben toch wel geconstateerd dat er sprake is van een laag tonen. Het lastige is dat ze de frequentie niet kunnen vaststellen, want we zijn allemaal op zoek naar de bron. Waar komt het vandaan? Want dan zou je er iets aan kunnen doen. Het ontdekken van de oorzaak van de bromtoon is ook volgens geluidsdeskundige Bart van der Graaf zo makkelijk nog niet. Maar bronnen opzoeken bij deze veelal zeer lage niveaus is een zeer complexe materie. Maar burgemeester Gerritsen laat zich hierdoor niet ontmoedigen. We gaan nu verder met het onderzoek. We proberen echt alles te doen om de bron te achterhalen.